vanaf zondag zijn we hier bezig. Hier lagen dus 8 oude sporen, nee, ik moet zeggen 9 oude sporen. Het alle oude Engelsmannen zoals wij dat zijn, dat zijn wissels met veel storingen en die gaan er allemaal uit. Die worden allemaal vervangen door enkele wissels. We gaan ook hier de snelheid verhogen naar 80 km per uur, zodanig dat we in de toekomst minder storingen en ook minder onderhoud op die wissels hebben. En wat je hier dus ziet, over deze volle breedte komen nu 8 nieuwe sporen met 14 nieuwe wissels komen erin. En dat gaat zo door tot ongeveer het Drongelskanaal en daar gaan we over naar 3 sporen richting Vught. Ja, wat heel bijzonder is hier in Den Bosch is dat wij aan de zuidkant van het emplacement deze keer de hele Wisselstraat in één keer eruit halen. Je ziet hier ook één grote rechte zandvlakte. En hier gaan wij het spoor helemaal opnieuw opbouwen. Dus dat spoor dat ligt er straks perfect strak bij. En het grote voordeel is, we hebben nu het spoor 18 dagen buiten dienst. Maar je bent er ook in één keer voor jaren vanaf. Donderdagochtend 17 april, 4 uur 's morgens, dan is dit project afgerond. Ik ben ervan overtuigd, zeker gezien het mooie weer wat we hebben en de voortgang, dat we dat gaan halen. Donderdagochtend om 5 uur, dan kaarten wij nog even na met de jongens onder elkaar. En dan ga ik naar huis en dan ga ik slapen. Heel veel slapen.